De provincie ondersteunt dit maatwerkvervoer in kleine kernen, omdat wij verantwoordelijk zijn voor al het openbaar vervoer in onze provincie. Als het gaat om bussen, grote bussen, we doen dat met buurtbussen, kleine bussen, we doen dat met de regiotaxi. En toch zien we dat er nog gebieden zijn, kleine buurtschappen soms, die toch graag haar eigen maatwerkvervoer willen hebben. Nou, dat past niet vaak met een buurtbus of met een grote bus. En dan zeggen wij, nou, als daar initiatieven zijn, zijn wij graag bereid om die initiatieven mee te helpen, te ondersteunen. Vooral ook om te kijken of dat het gaat werken, of dat ze een continuïteit erin hebben. En dat het ook voor andere delen in Brabant ook een oplossing zou kunnen zijn. Wij zijn op het idee gekomen als dorpsraad en als zorg om het dorp, om naar de provincie toe te stappen, omdat de buurtbus, je komt je trouwens net aan, omdat de buurtbus ieder uur naar Veghel rijdt en niet doorgelust kon worden naar Beek en Donk. En in Beek en Donk loopt de buurtbus naar het ziekenhuis in Helmond via de kerkdorp in Beek en Donk. En daar konden wij niet op aansluiten. Als andere mensen ook ideeën hebben, zoals bijvoorbeeld in Boerdonk, dan is het wat ons betreft dat ze zich kunnen aanmelden bij de provincie om te kijken of hun initiatief ook voor ons meerwaarde heeft om het te ondersteunen en het aan anderen bekend te maken. En we proberen ook mensen wel een beetje op die tour te zetten door een inspiratieboek. We hebben een mooi boek gemaakt waarin mensen ook inspiratie kunnen krijgen van wat is er al in Friesland bedacht of op andere plaatsen in Nederland. Goede ideeën zijn vaak de inspiratie weer voor mensen om te kijken wat kan ik in mijn situatie dan nog doen. We hebben een 7-tal vrijwilligers, waarvan 6 de chauffeur gaat, de auto gaat bemannen als chauffeur. En die auto die komt te staan bij het gemeenschapshuis in Hazenplot in Boerdonk. En vervolgens kunnen de mensen een telefoonnummer bellen naar de coördinator. En die coördinator die regelt dan de vrijwilliger en de auto die wordt dan opgehaald bij de Hazenplot en die komt de mensen thuis ophalen en vervolgens kunnen ze naar het ziekenhuis in Helmond of in avontuur als de buurtbus niet rijdt naar het ziekenhuis in Uden of naar Gemert, naar de huisarts en dergelijke. Zoiets moet je zien. Voor ons de oplossing. Ja, wij denken daar een hele goede oplossing in gevonden te hebben. Thank you.